Een 3-0 overwinning op Moerse Boys. Voordat we over de wedstrijd gaan beginnen, wil ik je eerst feliciteren met de nominatie voor trainer van het jaar in District Zuid. Ja, dankjewel. Die had ik niet verwacht, maar leuke bijkomstigheid zou ik zo zeggen. Dus, Is dit de eerste keer? Voor VVN wel. Ik ben 2 keer eerder genomineerd geweest voor in West-Brabant van BN Stem, trainer van het jaar. 1 keer dan gewonnen. En 1 keer niet, hè. Dus, Ik had even gelezen op de website. Het is ook een soort studiedag, hè. Je kan punten verdienen. Ik kan ook punten halen, inderdaad, ja. Ja. Ik heb me daar niet op ingeschreven, dus ik weet niet of die nu erbij krijgt. Dat zou mooi zijn. Nee, die krijg je niet. Oh, dan heb je al... Oké. Nou, dan weet je meer dan ik. Dus het zij zo. Dus, Nou, wij zijn in ieder geval niet welkom. Ik denk dat je dat ook had gelezen. We mogen jou op een ander moment interviewen. Dat is onder andere vandaag over de wedstrijd. Een 3-0 overwinning. Er stonden een aantal andere spelers in die normaal gesproken in de basis stonden. Mede door blessures. Hoe tevreden ben je over het optreden van deze spelers? Gewoon sowieso over het team, de inzet die ze getoond hebben. Kijk, net ook complimenten geven in de kleedkamer. Weet je bent natuurlijk al... tijdje kampioen. En dan is het is zaak om je elke keer opnieuw op te laden. Ook weer voor deze wedstrijd. Er zit een weekje vrij achteraan voor ons. Dus dat is ook wel lekker. Qua training vrij bedoel ik dan. En ik denk dat die jongens die nu erin stonden het goed gedaan hadden. En zeker ook het feit dat je zegt al veel wisselingen, wijzigingen. Dus dan is het toch even afstemmen op elkaar. Bijvoorbeeld centraal achterin. Ik denk dat Ennis en Vincent nog niet eerder met elkaar daar gespeeld hebben. Dus ik denk dat wel oké was. Ja. In de tweede helft komt er ook nog een jeugdspeler in. Harold Baartmans. Ja. Wij kenden hem nog niet, maar hoe vond je zijn optreden aan onze kant? We dachten, dat is wel een leuke speler. Ja, positief verrast. Ik kende hem ook nog niet goed genoeg. Dus, weet je, dat is dan een bijkomstigheid van spelers die op dit moment geblesseerd of geschorst waren. Ja, dan komen zulke jongens in beeld. En ik denk dat hij het fantastisch gedaan heeft. Dus hartstikke mooi debuut. Goed ook voor de club, vind ik. Ja. Dus leuk om te zien. Is dat iets wat je nu gaat opvallen? Denk, dat is een positief iets... dat hij de volgende wedstrijden weer bij zit en eventueel met het oog op volgend jaar dat hij zou kunnen aansluiten in de voorbereiding? Dat moeten we sowieso nog bekijken. Ten eerste verwacht ik de komende laatste twee competitiewedstrijden dat we een stuk completer zijn dan vandaag. Dus dan is het voor zijn jongen al lastig. Maar we hebben binnenkort nog wel een oefenwedstrijd staan. Ja. Afhankelijk van de bezetting daar zijn dat momenten waarop je zulke jongens ook kunt laten spelen. En afgelopen seizoen in de voorbereiding hebben we ook spelers van onder 23 mee laten trainen. En dat is mede dan ook afhankelijk van de bezetting bij ons. Maar komen zulke soort jongens als Harold komen daar dan voor in aanmerking. Ja, nu zijn we al met schuin oog naar het kijken naar volgend jaar. Deze week werd er ook Yassine Meijres gepresenteerd. Die overkomt van Barony. Wat voor type spits is hij? Jongen met diepgang zonder bal. Kan makkelijk een goal maken. Redelijk kopsterk. Is gewend al te spelen op divisieniveau. Hè? Dus ik verwacht dat we daarmee een versterking binnen hebben. Dus dat is alleen maar goed. En we gaan in de voorbereiding zien nog beter zien waar zijn specifieke kwaliteiten liggen. Ja, dat sowieso. We zijn nog op zoek naar een keeper. Hoe staat het daarmee? In afwachting nog. Dus we gaan het zien. Dus ik kan er nog niet veel over kwijt nu. Dus, binnenkort we spelen nog 2 competitiewedstrijden. De oefenwedstrijd, dat is dan tegen, als ik het goed heb, Roosendaal. Ja. Je gaf aan, ik had het over Harald, maar je zei meerdere spelers. Dus er gaan ook meerdere spelers vanuit de jeugd een opwachting maken in die oefenwedstrijd? Nee, dat is afhankelijk van wat ik net zei van de bezetting bij ons. En dat kan wel eens zo zijn. Kijk, op dit moment trainen er ook zelfs jongens mee die volgend seizoen naar ons toe komen. Hè. Die hebben ook de afgelopen weken wat tests gedaan. Die doen sowieso niet mee, hè, in die wedstrijd? Die doen in principe niet mee, nee. In principe is het voor de huidige selectie en jongens van onder 23. Dus. Ja, die nieuwe spelers nu al mee trainen. Daar worden nog oefenwedstrijden voor gepland na het seizoen? Nee, gewoon pas. Kijk, we beginnen even uit mijn hoofd eind juni met de voorbereiding. En dan zit een wedstrijd tegen Willem 221 tussen. En dat wordt echt voor volgend seizoen. We gaan niet na het seizoen voor nieuwe spelers al wat plannen. Nee. Is het als die keeper binnen is het dan helemaal rond? Of als er nog een buitenkantje is, zoals vorig jaar eigenlijk ook gebeurde met Emil Linkes, om die nog binnen te halen na de overschrijvingstermijn? Kijk je daar ook nog naar?
Nee, in principe als we keeper binnen hebben, zijn we rond. Je weet nooit wat er gebeurt natuurlijk, hè. Dus maar in principe zijn we rond. En volgens toen met Emiel, dat had een reden waarom we nog bij Emiel uit zijn gekomen. Dus dat in principe zijn we rond als we een keeper erbij hebben, ja. Ja. Nu zagen we een van die spelers ook in actie, nu nog bij de tegenstander bij Moerse Boys, Cas van den Broek. Hoe vond je zijn optreden? Nou, Cas was geblesseerd. Die zat er niet in. We zagen hem al aan het zoeken. Die was er vandaag niet bij, nee. Wat voor type speler is dat dan? Is dat echt een Jens Wieriks type of is het totaal iets anders? Ja, je kunt denk ik enerzijds wel vergelijken met Jens. Een jongen die heel veel energie erin gooit ook. Veel loopvermogen. Makkelijk voor de goal komt. Kan ook een goal maken. Dus die kun je wel een beetje vergelijken. Alleen een stuk jonger nog. Ja. Dan gaan we daarmee afsluiten. Dankjewel. Ja, is goed. Dankjewel.